Wat is dat? Nou, dat is Tom Dumoulin. Dat is die verstopt zijn vrouw. En zijn jonkie. Want hij gaat op een groot jong naar Barça. Hij gaat een groot jong. Je kunt het alleen niet zien. Oh, ja, want hij zit eronder. Ja. Zal op voorgegeven. We gaan één keer overheen. Jullie denken waarschijnlijk, wie zijn dat? Ik ben het. En ik ook. Hey, Montscholat, weet die gaat voor mij de duif van Barcelona. Perfect inkorven. Nou, gelukkig. Hartstikke idee. We zijn niet de eerste. Ja, we zijn hier bij PV de Maasbode voor het inkorven van Barcelona. Ja, daar zitten ze al hoor, en daar staan ze al hoor. Ja. Gezonde wedstrijdspanning voorafgaand aan het inkorven van Barcelona. Oh, hoor ze toch eens kakelen. Ja. Nou, wordt vervolgd hoor. Ja. Doffer. Oh. Ik mag het filmen hoor, kijk eens. Ja, dat ben je ook voor. Juffrouw van Tijl, ja. Nee, ja, dat denk ik hier. De camera even. Dankjewel. Anneke, Livie, dankjewel hè. Heerlijk hoor. En nu we moeten erbij. Een hele bijzondere duif. Dat is een bijzondere duif? Ja, dat vind ik een hele bijzondere duif. Want? Dat is namelijk Tom Dumoulin. Een beetje lastig uitspreken. Ja, maar die fiets niet zo hard. Fietsen meer, maar vliegen wel hoor. Ja, we gaan het zien. Ja, en hij heeft heel vaak goed gedaan, hè? Deze? Ja, toppertje? Topper. Wat hebben we hier voor topmelker? Gerrit van Tijl. Ja, die weet wel hoe het moet, hè? Al een keer een eerste internationaal gevlogen. Nou, editie 2022. Hier weer een topliefhebber. Michel, de duif van Hoijmans. Nou, hij ziet er heel goed uit. En we zijn op zoek naar Jurgen van Hamerongen. Is hij een keer op tijd? Zit hij weer te ouwehoeren? Oh, ik ben portemonnee. Je bent je portemonnee vergeten? Dat is mooi hoor, je blijft altijd jezelf jij. Wat heb je allemaal bij, hè? Kijk eens even, potje voer erin. Ho. Ik hoop niet dat ze een pinderallergie van jou krijgen, jongen, want dan is het er een beurt, hè? Heel toch voorzichtig. Ben je al een beetje nerveus eigenlijk? Ja, nog niet. Nog niet? Maar je bent al een kapper geweest, geloof ik, hè? Ja, ik heb een speciaal... Dat er geen streepje in zit, Jur. Hè? Huh? Je lijkt zo'n beetje op zo'n Engelse voetballer. Huh? Oh, hey, oh, wie is dat? Onze voorzitter, Albert. Hey, zie je het al een beetje zitten? Jawel hoor. Zenuwcentrum, PV de Maasbode. Ik zal eens even laten zien wat het allemaal om te doen is. Want hier in Veldriel is er een enorme bokaal. De Barcelona bokaal. Ja, en die is al door wat prominente liefhebbers gewonnen. Wie zal hem dit jaar gaan winnen? Zaterdagavond zullen we het weten. Heel zorgvuldig wordt hier gepoeld. Hey, nog een leuke oude anekdotes, Jan of niet? Ja, maar die durf ik niet te vertellen. We kunnen knippen hoor. Sterke verhalen voorafgaand aan Barcelona 2022. Ja, goedemorgen. Het is nu vrijdag 8 juli. De dag dat eigenlijk Barcelona los zou moeten gaan. Dat is ook gebeurd. Heel verrassend wel, moet ik zeggen. Omdat er veel in de weer was over het weer. Over de mistralwinden in het Roinendalgebied.
Maar blijkbaar hebben de wijze mannen toch besloten om 8 uur te kunnen lossen. En dat is dus ook vandaag gebeurd. Dus Barcelona 2022 zal een zeer zware editie worden. Ik wens u allemaal heel veel succes. Spannend hoor. Ja, we gaan zien. Zo, het is nu zondag 10 juli. Ik heb Tom Dumoulin gelukkig thuis gehad om 6:19 van vanmorgen. Barcelona is voor mij persoonlijk anders, even iets anders uitgepakt als dat ik had verwacht. Na zo'n vlucht ga je toch even evalueren. En dan ben ik tot de conclusie gekomen dat het nieuwe systeem wat ik had gehanteerd dit jaar niet heb gebracht van wat ik ervan had verwacht. Goed, kan gebeuren. Volgend jaar gaan we dat weer heel anders doen. Gelukkig heeft Raymond Schalkwijk, mijn neef, heeft wel de Schalkwijknaam eer aangedaan. En die heeft dus een mooie 106e positie nationaal van Barcelona bereikt. Dus bij deze van harte gefeliciteerd. Ook de andere liefhebbers uit mijn club die ook in deze video van Barcelona in beeld zijn gebracht, hebben het buitengewoon gedaan. Meer dan buitengewoon zelfs. Dus daar gaan ook de felicitaties naar uit. Jongens, van harte gefeliciteerd. Vanavond is het afslaan voor alle vluchten waar ook Barcelona onder valt natuurlijk. En dan zullen we even wat meer in beeld gaan brengen. Tot straks. We zijn hier bij de Maasbode in Velddriel. En Raymond Schalkwijk die heeft iets fantastisch moois in zijn handen, want er is iets unieks gebeurd. Ja, we zijn hier in Velddriel. En we hebben vooraf een film gemaakt van deze prachtige bokaal. Die ik niet officieel uit ga reiken, want dat is gewoon van de vereniging. Maar ik heb verteld wie hem allemaal hebben gewonnen. En onder andere Albert heeft hem al 2 keer geloof ik gewonnen. Is het niet? Drie keer zelfs. En nou dit jaar, na een fantastische periode met Ruffec 1, 2 en 3. En 3 bij eerste 10 nationaal. Wint hij maar liefst de eerste en de tweede Barcelona in Velddriel. En ook nog de tweede nationaal. Dus Albert, kijk eens even. Van harte gefeliciteerd, jongen. Dank u wel. Fantastische prestatie, zeg een meesterprestatie. We zijn heel trots op. Wat zware beker. Ja. Het zijn je gunst, jongen. Geniet ervan. Albert, speciaal trots op jou, trots op onze club. Dat wij de tweede nationaal Barcelona vliegen. Je vliegt er het laatste jaar al ontzettend hard op zwaar vol. En dit is wel een beloning voor de prestaties die je de laatste jaren neerzet. Maar ik vraag een applaus voor Albert en Wat een eer. Het is vanavond vrij drinken, dus... Ja, dat is toch. Ja, dat is toch. Ja, dat is toch. Ja, dat is toch.